En goedenavond en welkom bij een nieuwe vlog. Het is donderdagavond, bij 7:30. En ik zou gisteren eigenlijk een nieuwe vlog starten. Maar ik ben dinsdag en gisteren zo verschrikkelijk ziek geweest. En ik zie er nog niet uit. Dus ik ben nog niet helemaal wat ik moet zijn. Ik heb nog steeds 39,5 koorts. En ik voel me... Dus ik had ook echt geen zin om te vloggen. Ik heb alleen op de bank gelegen, geslapen. Bank gelegen, geslapen. Dus. En ik ga zo weer slapen. Ja, ik heb echt een flinke griep te pakken. En mijn waarden zijn dramatisch laag. En dan heb ik morgen weer geprikt. Daarom ben ik ook helemaal opgezwollen en dikke ogen en... ook dat nog. Mijn week kan niet meer stuk. Echt niet. Dus. Ik ga het zo lekker mijn make-upje eraf halen. En dan ga ik lekker mijn bedje in weer. Ja. Ik hoop dat ik morgen iets fitter ben. Want ik moet morgen toch wel naar de ijshockey toe. En Ras gaat morgen bij vriendjes slapen. En die moet zaterdag voetballen. En die gaat dan zaterdag bij de vriendjes slapen. Dus wij zijn probably kinderloos het weekend. Dus Ron gaat ook weg waarschijnlijk. Dus mama is home alone. Dus ik ga wel kijken. Misschien ga ik wel een vriendin langs. Maar ik moet eerst kijken of ik me eigen wel beter ga voelen. En ik wil me eigen gewoon beter gaan voelen. Want ik heb maandag echt een superleuke date. Echt een hele leuke date. Ze is er al een paar keer geweest. Ik zie er één keer in het jaar of zo. En jullie kennen het allemaal wel. Maar ik ga er nu nog niks over zeggen. Ik was de vlog afsluit. Zaterdag. Ja. Dus, maar voor nu. Ja, ik ben gewoon ziek geweest. En ik heb niet eens eten. Ja, ik heb wel eten gekookt. Maar vraag niet hoe. En ik heb verder gewoon echt geen kloten uitgehaald. Dus alles loopt achter. Zakelijk loopt achter. Site loopt achter. Dus als ik mij al beter voel, kan ik echt weer flink gaan rampstampen. Dat weet ik wel. Dus, maar goed, voor nu. Ik zie je morgen, hoop ik. En ik hoop wel beter. Doei doei. Een hele goede middag. Het is zaterdag. Ja, we hebben weer een dag overslagen. Maar ik voel me gewoon niet goed genoeg. Ik ben nog niet helemaal beter, maar ik voel me wel iets beter. Dus. Ja. We hebben gisteren ook niet naar de voetbal, mag ik zeggen. Naar de ijshockey geweest. De meiden zijn wel geweest. De Rosje bleef bij een vriendinnetje slapen. Die komt vandaag weer thuis. Nio moet zo voetballen, daar ga ik heel even heen. Dan moet ik tandpasta halen, want daar ben ik ook al 3 dagen mee bezig. Maar ik vergeet elke keer vak mijn tandpasta te halen. Ja, ik heb nog wel, dus ik poets echt mijn tong wel hoor. En daarna ga ik weer naar huis. Na de voetbal. En dan ga ik mijn eten maken en dan ga ik douchen naar bed. Zo zien mijn dagen er een beetje uit. Gewoon makkie aan. Dus niet veel gevlogd. Ik ga daar wel even een filmpje opnemen. Ik weet alleen niet wanneer die online komt, denk ik maandag of zo. Even kijken. Oh, mijn water kookt bijna. Even mijn mihoen koken. Ik eet maar weer mihoen met kip, met groenten. Ik ben helemaal verslaafd van, zo lekker. Dus, ik ga nu eventjes mijn dingetjes doen en ik zie jullie later. Nou, we gaan eens even kijken of jullie blijven staan in de auto. Elke keer flikkert dat ding om. Dus, maar goed, ik ben op weg naar de voetbal. Hou ik daar wat opstaan? Ja, niet het voetbal, maar er zit daar een plus of zo. En dan staan. Maar goed, degene die mij volgt op Instagram, die hebben het vast wel meegekregen. Een of andere schoenengate. Ja, echt waar. Geloof het of niet. Een paar Balencia gimpen en een Paul nog wat schoenen. Nou, die blijft niet staan. Ja, ze waren de prijzige kant, ja. En de meningen waren daar nogal over verdeeld en het was belachelijk over zulke dure schoenen en
Mensen, het is mijn portemonnee toch? Niet die van jullie. Dus. Ik snap niet waar mensen zich druk om kunnen maken. Ik moet even vasthouden. Dan vallen jullie om. Waarom moeten mensen zo'n ophef maken over andermans uitgaven? Is dat dan echt, echt jaloezie, mensen? Dat zou ik echt wel heel sneu vinden, weet je dat? Dat is ook heel sneu, want jaloezie is heel erg. En ja, ik heb al gezegd van, we hebben het niet allemaal even breed. En we hebben het niet allemaal even goed. Maar moet er dan zo op gereageerd worden? Vind ik een beetje heftig, eerlijk gezegd. Dus, dat was even een... Ik ga eens even kijken of dat kan fixen. Nou, hopelijk blijven jullie nu wel zitten. Ik zit weer in een andere standaard. Want eerst zo'n rubber matje, maar de rubber matje is gewoon kut. Dus nu zitten jullie in mijn telefoonhouder. Het is niet anders. Als die maar blijft zitten en niet naar voren pleurt. Maar goed, waar was ik met mijn verhaal? Oh ja, uitgaven. De een heeft het breder als de ander. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb ook tijden gekend dat ik gewoon geen geld te makken had. En dat mijn schoonouders een overlevingspakket kwamen brengen, om het zo maar te zeggen. Dat ik die eens tevreden had. Dus ook ik ken die tijden. En dan blijf ik weer vragen stellen, waarom zo'n ophef? Why? Het is hetzelfde als met andere met websites, ook zeg maar, die graag gratis spullen. Als je... Mensen, je krijgt altijd alles en bla bla bla. Nee, je moet er toch wat voor doen. We werken er hard voor, mensen. Kom op, zeg. Dus ja, ik hoop dat mensen voortaan gewoon lekker de comments voor kunnen houden. Vooral de domme comments gewoon. En de dreigementen. Comments, want ja, die heb ik ook gehad en daarom heb ik gewoon ook echt de foto's verwijderd gekomen. Tering. Ik word gewoon echt grof naar mijn kinderen. Nou, dat moet je gewoon echt niet doen. Als je alleen maar naar mijn kinderen wijst, dan vinden ze leuk weer terug zou komen. Dus, maar goed. Ik denk dat ik wel kan lullen als brugman, maar mensen hebben toch altijd wel oordeel klaar, dus dan ben ik klaar. Ja. Het is altijd zo makkelijk, hè, van achter een schermpje iemand kunnen bashen. Doe het in mijn face, honey. Maar goed. Op naar voetbal. Voetbal, voetbal, voetbal. Voetbal. Is gewoon team tegen eigen team. In de zaal. Vraag me niet waarom. Maar goed, ik had het kind beloofd om te gaan kijken, dus ik ga wel eventjes kijken. Ik zit even te brainstormen of ik mijn andere kind kan halen, want die mist mama heel erg. Vandaag naar huis, maar dat vriendinnetje waar ze slaapt, die de broertje of zo moest de hele wedstrijd in Dordrecht. En Ron redde het niet om het te kunnen halen. Het ging al 11:30 weg. Oh, ik denk ja, dan moet ik naar Dordrecht rijden. Ja, ik wil heel graag mijn kind hebben hoor, daar niet van, maar even heen en weer naar Dordrecht? Nee, dat mag de man des huizes doen. Zijn nog delen. Het is koud, 6,5 graden. Maar goed. Het is weer zaterdag. Raar hoor, als je een paar dagen niet gevlogd heb. Het is echt een gouden gat. Ja. Ik wil vandaag ook niet echt vloggen, omdat mijn ogen nog ja, dikke bollies zijn. Maar ja, aan de andere kant. Dat is mijn leventje en we zetten gewoon de realiteit in beeld. Dus dat is met of zonder dikke ogen of een snotkop of wat dan ook. Maar van de week ging het gewoon echt niet. Dat moet ik wel toegeven hoor, met die hoge poort. Ik had echt zoiets van, oh, ik ga dood. Ik voelde me eigenlijk echt een keer een zieke vent gewoon. Want als een vent ziek is, nou berg je maar. Als Roos ziek is, nou het liefst vlucht ik gewoon naar een hotel. Dus... oh, oh. Ja schat, het valt allemaal best mee. Godsamme. Maar goed. Dus. Ja, verder heb ik eigenlijk moeten lullen. Ik ben er bijna. Ja, ik ben er bijna. Ik moet even kijken, want daar zat er al de Lidl.
Maar die is weg zo gewoon. Er zit nu een plus. Maakt ook niet uit, ik heb ook tandpasta. Kom weer met de klote tandpasta. We gaan wel over vloggen. Tandpasta! Bezienloos. Dus. En ik wilde nog een avondstond doen. En ik wilde nog onder een zonnebank. En oh, oh, oh. Ik kom tijd tekort. Ik kom echt tijd tekort. Ja, ik heb morgen ook nog. Maar morgen heb ik best wel veel te doen. Zakelijk. Dus ja. Daar kom ik er weer niet van. Daarvoor moet ik tussendoor doen. Ja, dat moet ik ook doen en je avondlang is genoeg gezien. Maar goed. Ik ben de oude koude auto uit. Ja. Maar goed. Ik kan het nog meer over hebben. Ja, dat de tweede week van januari er ook nog op zit. Yes! Alles is weer opgestart. School weer, werken weer. Meestal mis ik iedereen wel, maar een paar dagen, maar valt deed ik wel mee eigenlijk. Ik vond het wel lekker rustig zo even. Weer chill. Mijn eigen ritme, mijn eigen startdingetjes. Ja. Ik zit gelijk naar mijn tank te kijken en naar de benzineprijs 1,53 is gewoon fucking duur. Ik denk dat het voor 1,48 euro. Dus ik ga nu echt niet tanken. Een vieze krent, hè? Ja, daar heb ik dan wel een vieze krent in. Ik ga wel ook geld als voer uit, maar tanken nee. Maar ja, tanken dat vliegt en schoenen zijn blijvend. Toch? Maar bij mij dan, want ik ben heel zuinig. Oh, het is 5 voor 1 om opschieten. Ga ik niet redden. Want om 1 uur begint de wedstrijd. Oh, wat is wijsheid. Wat is wijsheid. Weet je wat? Fuck je tampsta. Ik ga wel eventjes die tube leeg of zo. Ik zat er echt helemaal op. Ik zet wel eventjes mijn boodschappenlijst dat ik het morgen haal. Dus. Oh. Maar goed, ik ben daar. Dus ik ga het even lopen. En ondertussen ben ik al even thuis en even mijn keuken aan het vervuilen. Wat is dat toch? Iedereen eet makkelijk op zaterdag, even een broodje in de oven, een bakje kaas erop en klaar. Ik moet uitgebreide rijsttafel maken voor mezelf, maar goed. Dat komt waarschijnlijk omdat ik geen broodje met kaas eet. Maar goed. Was even leuk bij de voetspel. Ja, de schoonmoeder was er ook en de vriendjes was er ook, dus dat was even gezellig. Ronnie is een rasje halen. En dan ga ik wachten en dan gaan we eten. Nou, dan weet ik nog niet. Misschien vanavond doen? Is een idee. Maar ik ga eerst maar eten maken. Eten. En ik eet weer gezellig alleen. Want Ron was ras aan het halen. Maar er is een ongeluk gebeurd of zo op de weg. Dus het werd een uur en 5 minuten vertraging. Ja. Het duurt nog wel even dus. Zijn nou moeders gaat eten. Doei. Dus eet maar gezellig met jullie. Ja. Wat? Deze jullie op zaterdag. Ga je uitgebreid koken? Of doe je gewoon lekker makkelijk? Vertel. Ik ben wel benieuwd. Of ga je uit eten? Let me know. Ga ik even verder eten. Mijn kind is weer thuis. Yo. Vertel. Wat heb je gedaan? Nou, ik ben gisteren
eruit getrapt door haar, want ik woon er gewoon. Nee, ik en mijn zus zijn gisteren eerst naar huis gegaan. Ijshockey. Ijshockey. Ze hebben wel in ieder geval gewonnen met 7-6. En daarna in de avond, na, ik weet even niet hoe laat het was, oh, kort voor 12, gingen we naar huis toe, want ik ging bij een vriendinnetje slapen. En dat was best wel lachen toen we thuis kwamen. Wij gingen naar boven toe en we hebben alleen maar gelachen. En we gingen pas iets om 3 uur, nou ik ging 3 uur slapen, want ik was best wel moe. En zij ging om 4 uur slapen. En toen een ochtend werden we allemaal wakker. Want we moesten opstaan, want dat broertje van mijn vriendin had een wedstrijd in Dordrecht. Toen. Ja. En toen daarna werd ik opgehaald en toen ging ik naar huis toe. En dan een uur en 5 minuten in de file staan omdat er een dode was, wegens ongeluk. Met de kettingbotsing? Ja. Dat is op het journaal geweest. Er stond een vrachtwagen op een auto. En er zijn 5 andere auto's bij betrokken. Oké. Wow. Ik zeg nog, ik hoopte dat er geen doden zijn. Maar je schoen niet, de telefoon is zien. Oh, ja, telefoon. Oké, okay. Gisteren nog bij huis. Ik pakte mijn telefoon uit mijn moesje. En ik zet gewoon even een handtekening erop. En op mijn schoenen. Staan niet in de keuken? Nee. Oh, kijk, ik heb op mijn telefoon van nummer 20. En op mijn schoenen heb ik van nummer 77, van nummer 23 en van nummer 13. Dus ik heb hier allemaal handtekeningen. Maar dan op de andere plekken waar het eigenlijk niet hoort. En ik ga nu weer terug de hoes halen. Want ik heb nu dit soort hoesje. Maar dat zie je niet. Ik ga net een hoesje als mijn moeder halen. Een bezichtige. Nou, in ieder geval weer thuis. Ja. Het belangrijkste. Dus. Het is een fidget spinner geworden. Hè? Ja. Oké. En dan zijn we weer. En we gaan de vlog maar afsluiten. Super, super, super korte vlog. Werkelijk waar. Volgens mij een van mijn kortste vlogjes die ik heb gehad. Maar goed, de zieke ziek. En als ze niet in zit, zit er niet in. Toch? Dus. Mijn kind is er thuis. Mijn vent komt net binnen. En Nio slaapt bij een vriendje. Dus ze zijn niet helemaal compleet. Maar ik ga tekenen het vlogje edit zo. En dan even douchen. Ik leg mijn bedje in. Nou, ik hoor een kind op de gang. Dus dat ga ik even doen. En morgen start ik weer een nieuwe vlog. Ik voel me iets beter, dus kunnen we knallen. Dus. In ieder geval wel bedankt voor het kijken. En duimpje omhoog als je het leuk vond. Nou, ik zal niet weten wat er leuk aan is, want het is alleen maar zwak gaan hoeren. Een stukje voetbal. Maar goed. En ik zie jullie morgen. Doei.